mijn beeld van tevoren heel erg was, is dat ik het idee had dat recruiters alleen maar de hele dag op LinkedIn zaten. En tot nu toe is dat nog geen één keer voorgekomen. Geen dag is hetzelfde. Geen week is hetzelfde. En ik ga elke ochtend naar mijn werk en dan denk ik, oké, in grote lijnen weet ik wat ik vandaag moet gaan doen. Maar ik weet niet wie ik aan de telefoon krijg. Wat ik op een dag doe is het maken van de beste match. Ik bel veel met kandidaten om te vragen waar zij naar op zoek zijn en vraag ook waar hun talenten liggen. Ik ben er niet om je te beoordelen, maar ik ben er om je te helpen. We screenen niet alleen puur op cv, dat is misschien die eerste graadmeter, maar aan de telefoon wordt je zoveel meer duidelijk wat iemand wil en wat ze zoeken. Je moet wel flexibel zijn om juist heel afwisselend werk te doen. Er zijn heel veel mensen waar je rekening mee houdt. Dat zijn de kandidaten, maar ook alle accountmanagers. Je moet heel veel dingen tegelijk doen. Mijn planvermogen, mijn time management is niet mijn sterkste kracht. Maar daar groei je wel in en daar leer je mee omgaan. Ik vond het lastig om te gaan kijken van wat kan ik allemaal aan en wanneer vraag ik om hulp. En ook in je enthousiasme soms ook goed om nee te zeggen, ondanks dat je het heel leuk vindt. Ik kan doen en laten wat ik wil, zolang ik daar maar een goede reden voor heb en ik ook het idee heb dat het werkt. Mijn collega's en ik zijn de mensen waarmee ik een biertje zou willen drinken. Ja, het is gewoon niet vaak zo dat je met degene waarmee je samenwerkt, dat je samen naar een festivaletje gaat, dat je elke keer een leuke borrel hebt. Dat soort dingen, ja, daar denk je niet aan bij het werken. Maar hier is dat echt gewoon een onderdeel van de sfeer. Ik ben hier gewoon echt mezelf.